Wat is erger, in een rolstoel zitten of de zoon zijn van Maurice de Hond? Dat vind ik een hele gekke vraag, want zo erg is het ook weer niet om in een rolstoel te zitten. Goedendag, mijn naam is Mark de Hond en op donderdag 19 maart is de première van mijn voorstelling in het Griffioen Theater in Amstelveen. Over een paar maanden, dan is er een heel bijzonder moment voor mij, want dan zijn mijn dwarslesie en ik precies 12,5 jaar bij elkaar. Dus dan vieren wij ons koperen jubileum. Scherven brengen geluk, dat is mijn eerste theaterprogramma en het gaat over geluk, want ik ben gelukkig. En het klinkt misschien een heel klein beetje raar, maar dat heb ik voor een groot gedeelte heb ik dat te danken aan mijn dwarslesie. Voor een dwarslesie, daar kies je ook niet voor. Niet echt. Ja, hoewel, ik kan het wel aanbevelen. Hoor. Je nooit meer Polonaise, je hoeft geen vrienden meer te helpen met verhuizen. Je kan rolstoelbasketbal doen, wat echt een hele gave sport is. Je mag overal gratis parkeren. Nou ja, dat zijn, het is een aanrader. Nou goed, als je een keer op een hoog balkon staat en denkt, ik heb vandaag niks te doen. Scherven brengen geluk is een verhaal over omgaan met tegenslag. En daarbij wil het wel eens helpen om dingen van een andere kant te bekijken. Jouw verhaal is natuurlijk een dramatisch verhaal. Ja, volgens mij een van de meest hilarische stukken van de show. Het publiek ligt echt in een deuk. Wat zou nou het voordeel kunnen zijn van in een rolstoel zitten? Je loopt niet naast je schoenen. Je loopt niet naast je schoenen, nee. Scherp, ik loop ook geen blauwtje. Ook niet in 7 sloten tegelijk. Nee. Andere voordelen nog? Ik heb altijd een goede parkeerplaats. Ja, als ik ergens kom waar niet ook Koos Alberts en Esther Vergeer zijn, dan wel. Ja. Mogen optreden in het theater is voor mij een droom die uitkomt. En ik zou het geweldig vinden als je komt kijken bij mijn première. Dus reserveer snel, kaarten zijn bijna op. En dan zie ik je hopelijk op 19 maart in het Griffioen Theater in Amstelveen. Ik heb Maarten Hond 1 keer gezien in Toemler. En dat was gewoon heel erg goed, dat idee. Knap. De opwinding werd zo groot dat de verbinding tussen mijn hoofd en mijn piemel overbelast is geraakt. Alle zenuwen in mijn rug zijn gesprongen. En zo ben ik in mijn rolstoel terechtgekomen. Nog 1 keer, maar dan gewoon een van de beste. Maar even doorheen drukken, echt. Gewoon even goed doorheen drukken. Oké. Okay. Nou, ik heb Mark de Hond 1 keer zien optreden in Toemler. Dat was hilarisch. Dat is even een eye-opener voor me. Fantastisch wat hij deed. Ja. Graag gedaan. Ja.